Deze prachtige entree met racewagens, die als het ware door het glas heen gaan, behoort tot de collectie Sloemf. Een schitterend automuseum als een bizarre erfenis van twee opmerkelijke mannen. In 1934 wordt er in Mulhouse, Frankrijk, een fabriek opgericht door de gebroeders Sloemf, waar textiel en vlas wordt verwerkt. In de goede jaren, in en na de oorlog, was Sloemf de werkgever van vele arbeiders. Later wordt duidelijk dat de Sloemfs veel geld hebben onttrokken aan de onderneming om hun dure hobby te financieren. Het bijeenbrengen van een bijzondere collectie auto's. Een van de leegstaande fabrieksgebouwen is in het grootste geheim omgebouwd tot privémuseum. Een uitgebreid team vaklieden houden zich bezig met de restauratie van de aankopen van vooral Frits Sloemf, maar mogen daar geen woord over zeggen. Alleen een aantal vooraanstaande internationale grootheden en relaties worden in zijn domein toegelaten. Het is geen gewone verzamelaar, maar als een bezetene werkt hij aan de realisering van zijn droom. Na een bloeiperiode van een kwart eeuw gaat het echter bergafwaarts. Het imperium staat op instorten en alle werknemers dreigen hun baan te verliezen. In 1976 was het geld op. Mede door de crisis in de textiel ging de firma failliet. De ongeveer 6000 boze werknemers hebben de fabriek bezet. Zo kwam men tot grote ontsteltenis van iedereen te weten wat er in die enkele afgesloten fabriekshallen stond. De gebroeders vluchten naar Zwitserland en zeker niet verarmd. Bij ontdekking van de zogenaamde lege fabrieksgebouwen werd de droom van Sloemf een nachtmerrie voor de werknemers. Geen werk, geen toekomst, maar wel een fabriekshal vol kostbare auto's. De curator wilde alles verkopen, maar de Franse staat legde beslag op de fabriek met inhoud en betaalde de tegoeden aan de werknemers uit. In 1981 is alles verkocht aan het Nationaal Frans Automuseum. Miljoenen bezoekers vergapen zich nu aan de verzamelwoede en de schitterende collectie van meer dan 400 modellen, waaronder 124 Bugatti's, vele Ferrari's, Rolls-Royce, Maserati's enzovoort.
De oude textielfabriek is nu Cité de Automobiel. Stad van de auto.